Wethouder Van der Schaaf heeft deze avond bekendgemaakt dat de eerste vluchtelingen pas na de zomer naar Nissewaard komen, afhankelijk van het verloop van de procedure. De eigenaar van het pand aan de Boilerweg heeft pas deze week een vergunning aangevraagd voor de verbouwing. Daarnaast heeft de gemeente in overleg met het COA om een nadere aanscherping gevraagd op de punten veiligheid en dagbesteding. En dat had de raad al eerder gevraagd.